hier in de tentoonstelling Uit het Wonderland, de magie van het oosten. De 1001 nachtverhalen hadden een enorme invloed op de westerse beeldvorming van het oosten. De sprookjes konden zich al snel meten aan de westerse sprookjes en daarom werd gesuggereerd dat ze beter geschikt waren voor een kinderpubliek. En dit werd ook aangehaald in Uit het Wonderland, geschreven door H.J. Krebbers. Want daarin wordt gesuggereerd dat voor ons volwassenen deze verhalen niet meer dienstig zijn, omdat wij de naïviteit der oosterlingen missen en kinderen hadden deze wel. Ter ere van het boek werd ook een prachtig affiche gemaakt door Vaarzon Morel, dat wij konden uitlenen van het Letterhuis in Antwerpen.